Je ziet dat AI best wel een belangrijk onderwerp is hier op de beurs, de Webwinkelvakdagen. Je ziet dat er een aantal lezingen zijn die over AI gaan. Die zijn over het algemeen heel druk bezocht, dus er staan dikke rijen. Wat je ook ziet is dat eigenlijk alle stands wel iets met AI willen. Of iets met AI aan het doen zijn en een beetje aan het verkennen zijn. Enrise is natuurlijk een digital agency gespecialiseerd in complexe IT-oplossingen. En waar vind je meer complexiteit dan in e-commerce? E-commerce is zoveel aan het veranderen, er gebeurt zoveel. AI steeds meer, veel complexer. Ja, ik verwacht tweeledig. Dus enerzijds dat het aan de achterkant om je bepaalde processen die je hebt in e-commerce, dat gaat over voorraadoptimalisatie, je prijsstrategieën, et cetera, te optimaliseren, je verzendproces, dat daar heel veel winst te behalen is met AI, maar aan de andere kant ook voor de consument. Hè. Dus hoe zorg je dat een consument op de juiste manier geholpen wordt, dat hij de juiste dingen vindt waar hij naar op zoek is. Of bedrijven in de B2B, hè, die misschien wel dezelfde soort vragen hebben, dat daar best wel disruptieve dingen gaan ontstaan. Dus de manier hoe mensen dingen vinden kan best wel gaan veranderen. Iedereen is ermee bezig. Iedereen is in een vroeg stadium bezig met het onderzoeken. Wat kan AI voor mij betekenen? Hoe sluit het aan op mijn huidige systemen? Welke modules en oplossingen zijn er binnen de platformen die er hier staan? Dus interessant onderwerp voor het komende jaar. Ja, we zijn met de makelaar bezig om de makelaar te vervangen, gek genoeg. Maar die lopen heel erg voorop in de dingen die zij doen. En zij zien ook dat het daar naartoe gaat. En dus het heel veel geautomatiseerd, gedigitaliseerd zou kunnen. Zodat de met name repetitieve taken wegvallen en het echte menselijke interactie overblijft. Waar de makelaar ook beter niet goed in te zijn. Een andere casus rondom woningen is van, als ik nu naar Funda ga of een andere woningsite, dan kan ik heel veel filteren om mijn juiste woning te vinden, maar kan het niet op een andere manier. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen van ik ben op zoek naar een woning in Amersfoort. Dit zijn de bedragen en ik wil een tuin op het zuiden. Dat die basis van alleen maar mijn specifieke vraag ook de woningen die op dat moment de koopstad laat zien. En dat zijn best wel interessante veranderingen in een markt die log is, groot is, oud is. Waar al heel veel anders kan. Maar wat ik wel veel merk is dat bedrijven nog eerst stapjes moeten zetten. En dat dan ook wel, enerzijds is gewoon van iets doen. Dus misschien een proof of concept bouwen om te zien van dit levert waarde op. En anderzijds misschien wel, als je het al een beetje bewezen hebt van wat is dan de juiste strategie? En waar willen we dan naartoe? En hoe ziet dan bijvoorbeeld zo'n roadmap eruit? Hè? En hoe kunnen we dan, als we iets gedaan hebben, daarvan leren en daar weer op dooracteren? Dat vind ik superleuk en interessant. Dus kom daarvoor vooral bij mij terecht, zou ik zeggen.